Ik heb het idee dat we jou de laatste weken pas echt hebben leren kennen bij Adel. Ja, echt hè? Ja, het is ook eigenlijk zo. Ik raakte snel geblesseerd. En ik heb hard gewerkt om, uh, om zo goed mogelijk terug te komen. En uh, ik ben blij dat ik weer gezond ben. Was die blessure pech of misschien ook een beetje overhaast gaan voetballen? Um, ik uh, nee, had wat, wat iets beter uh, in, in de, in, aan mijn rust moeten denken. Uh, veel, veel verandering, weet je wel. Het transfer en, en, en veel gereisd. En uh, ja, ik wilde gewoon zo snel mogelijk uh, yeah, klaar zijn. En uh, ik heb veel voor mezelf extra getraind, dat doe ik altijd. Maar in dit moment uh, ja, was het beter om rustig, iets rustiger uh, te beginnen hier. En inderdaad, dan uh, wilde ik te hard. En uh, ja, dan is het gewoon wel pech dat het alsnog uh, gebeurt. Dus uh, maar ja, achteraf had ik, uh, had ik uh, ja, iets rustiger uh, moeten beginnen. Als ik naar je cv uh, keek toen je kwam, dacht ik van wauw, waarom komt hij terug? En dat zeg ik dan als, als reisliefhebber. Uh, is het het waard geweest om terug te keren? Ja, absoluut. Ja. Ik, uh, we staan hier nu hè, met, uh, met Ado op de plek. Uh, ja, uh, we zijn vol aan de race om ons doel te halen. En daar wilde ik ook voor terug. Uh, een uitdaging en uh, ja, die is, die is hier. Maar dan krijg je wel de kou en het snelle en het stressige voor, uh, voorbij. Ja, het is wel grijs. Hè? En, uh, de winter, Nederlandse is ja. ja. Ja, klopt. Mis je dat? Nou, ik mis het zonnetje wel, ja. ja. Maar dat heb je wel bewust gedaan, deze stap maken? Ja, zeker. Ja. Beschrijf jouw relatie met de trainer eens. Want de trainer was, toen jij kwam, echt, echt vol lof is bij jou eens kijken bij de graafschap toen je daar op proef was. En hij zei echt van, die moet ik hebben. Wat maakt jullie relatie zo sterk? Um, ik denk. Um, ja, wat ik al eerder zei, uh, zeg maar. Um, de, 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 het, hij doet me soms denken aan een Koreaanse coach door de fighting spirit. En uh, ja, dit heb ik zelf ook door de jaren heen geleerd. On, en, en als ik naar hem kijk, um, ja. Ve, uh, um, elke dag geeft hij alles om, om uh, ja, zijn doel te halen. En. Uh, ik denk dat dat gewoon wel uh, goed bij ons resoneert. Zo zit ik ook in elkaar. Elke dag geef ik 100%. En uh, ja, ik denk dat, dat, uh, dat je dat leert door, uh, door eigenlijk successen te beleven, maar ook uh, ja, af en toe gefaald te hebben. En uh, dat maakt je ja, krachtiger als, als mens, als, als man. En uh, ja, ik denk dat dat. Uh, dat uh, de leidraad is. Dat maakt jullie relatie ook zoals het is? Ja, kijk, uh, hij, hij, ik denk dat we allemaal wel eens horen dat hij flink aan de kant kan schreeuwen en, uh, en, en actief is om, uh, om iedereen scherp te houden en dat is hoe hij zich, uh, uh, iedereen, uh, met de wedstrijd beleeft en dat, dat brengt gewoon heel veel intensiteit met zich mee en uh, dat, uh, die intensiteit ja, die, die, die breng ik ook en als hij mij nog een keer schreeuwt, dat, uh, ja, dan, ja, dat is niet persoonlijk. maar dat, dat ja, ik hou wel van die intensiteit. Ja. Bereikt hij dan ook de spelers? Want wij zien hem ook vaak schreeuwen. Soms vraag ik me wel eens af van bereikt het de speler wel? Hoor je het ook ben je daarmee bezig? Ja absoluut. Ja. Dat fluitje. Het fluitje, ja, het zeker. Dat weet je genoeg eigenlijk. Ja, ja, ja. Wat mij opvalt de laatste uh, weken, met name bij uitwedstrijden, jouw naam dat blijft toch altijd lastig, hè? Wat dan? Nou ja, wij krijgen dan zo'n lijst met opstelling hè? en er staat altijd Jerry van Ewijk. Oh, Oké, okay, ja. ja. Eigenlijk is dat uh, omdat ik uit Nederland ben, lang ben weg geweest. En nu uh, heb ik, uh, ja, moest ik. Al het papierwerk is allemaal in het buitenland en het moest omgezet worden. Dus uh, dat is nu allemaal gebeurd. Dus als het goed is, uh, moet dat nu ook uh, opgelost zijn. Maar op je KVB-pasje staat ook van Wolfgang. Uh, eerder wel, uh, toen weer niet. Dus ja, in Amerika was het wel doorgevoerd. Maar later via het paspoort. Een Beetje een ingewikkeld verhaal. Maar het is nu weer wel weer goed. En stoort het je als het fout staat? Nee hoor, nee. Het is, het is maar een naam. Ja, oké, okay, maar goed. Die ja. hebben ook bewust de overstap gemaakt toch? Ja, zeker, zeker. Maar geen, uh, geen, uh, geen volk of zo, nee. Maar wij moeten er altijd om lachen. Omdat het soms lijkt alsof Ado een hele grote selectie krijgt. Als je dan ja. Jerry van Eeuwenijk, Jerry van Wolfgang ziet staan. Ja, klopt. En wie hebben we nu gezien? Wat bedoel je? Nou ja, de speler Jerry van Eeuwenijk kennen wij in Nederland natuurlijk wel. Ja. Hebben we die al gezien? Um, nou, nee. Ja, ik denk uh, van Wolfgang staat ook wel uh, symbool van de verandering. als mens die ik door heb gemaakt. Dus uh, ja, je ziet vooral Jerry. Maar ja, nu ook van Wolfgang. En wie is de betere voetballer van die twee? Um, nou, ik denk dat het dezelfde persoon is. Dus het is geen. Uh... Ja, je hebt wel natuurlijk ook meer meegemaakt. Dus dat verandert je ook als voetballer. in je gedrag, in je, hoe, je, hoe je op het veld komt, denk ik. Um, ja, ik vind dat ik nu een beter voelbal ben dan dat ik toen was, zeker. Dus van Wolfgang is eigenlijk beter dan van Eeuwijk? Uiteindelijk wel. Ja. Nou, op naar meer wedstrijden van Wolfgang dan? Dankjewel, ja, vind ik ook.